wat is dan inderdaad precies die provisiestroom, die geldstroom? Vanaf 1 januari ontvangen tussenpersonen geen provisie meer en betaalt u voor financieel advies. Is dat advies nu ook echt onafhankelijk? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat er nog steeds door heel veel partijen gewerkt wordt alsof dat provisiesysteem nog gewoon bestaat. En een onrustige moedervlek, je hartslag, is alles te controleren met een app op je smartphone? Trosradar, vanavond om 8:30 op Nederland 1.